Aanstaande zaterdag is het Coming Out Day. De homo-ambassadeurs van de gemeente hijsen samen met wethouder Mario Stam de regenboogvlag bij de ruïne van Huis de Rivieren. Een hele hoop mensen denken dat het nog steeds heel vanzelfsprekend is dat je homo of lesbisch kan zijn, maar soms heeft het ook keerzijde. bij sommige mensen is dat helemaal niet zo. Mensen die door hun ouders uit huis geplaatst worden of problemen uh, ervaren op werk. Dus het is niet zo vanzelfsprekend als wij denken. We doen een aantal projecten per jaar en dit jaar wilden wij vooral zichtbaar zijn in Schiedam. Want Schiedam heeft eigenlijk nog niet zo lang homo-ambassadeurs. Helemaal geen uh, gemeentelijke homo- en lesbische uh, emancipatiepleit of niet zo duidelijk als wat we het laatste jaar uh, doen. En dat is eigenlijk onze belangrijkste taak en we hebben ons een beetje gericht op uh, de senioren in uh, Schiedam.